Dien, een wedstrijd. Ja, een dijk van de wedstrijd van Helmond Sport. Mag gezegd worden. Ja, zeker, zeker. Ja. Ja, het was uiteindelijk nog best wel een zware wedstrijd. Maar ja, ik denk dat we als team goed stonden, verdedigend goed stonden. Ik denk dat Emme op zich niet heel veel heeft gecreëerd nog. Ik denk als we die 2-0 nog maken, dan dat helemaal over is. Ja, en dat zat al in die 2-0 met die kans van Arno, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, dat maar ja, die 1-0 is ook wel heel erg lekker, moet ik zeggen. Ja, zeker. Het was een goede bal van Jules en... Jellert die kopt hem goed binnen. Ja, ja dat is leuk. Hey, Dien, dit Helmond Sport. Je bent hier gekomen eigenlijk vanuit Os, zal ik maar zeggen. Je hebt het heen en weer tussen Os, De Bos, Waalwijk, Os weer. Ja. Je bent hier gekomen. Dit Helmond Sport, daar ga je niet meer lachen, denk ik. Nee. Ik denk dat we als, zoals ik net zei, als team goed staan. En ik denk dat we voor elkaar vechten. En ik denk dat we nou op de goede weg zijn. Ja, in plaats van de eerste drie wedstrijden spelen we zeg maar goed, hebben veel kansen, maar geven we te makkelijk goals. En ik denk nu dat we volwassener zijn geworden, zoals je ziet de laatste twee wedstrijden. Dus, ja, je hebt wel wat vertrouwen getankt sinds die 1-0 van vorige week. Ja, klopt. Het niveau is van dit jaar, dit seizoen, ligt het wat hoger als dat van vorig seizoen, denk je? Ik denk uiteindelijk... dit seizoen meer in zit dan vorig seizoen, denk ik eerlijk gezegd wel. De eerste helft kwam Helmond Sport eigenlijk wat moeilijk eruit. Emma creëerde ook eigenlijk heel weinig, had al veel de bal. De tweede helft een hele andere wedstrijd, vond ik. Hoe had de trainer het omgezet? Op het laatst gingen we zeg maar met 5 verdedigers spelen. Omdat Emma die had natuurlijk heel veel de bal en kwamen... Ja, kwam veel door, ook vanuit de zijkanten en probeerden met 5 verdedigers, probeerden we ik en Boyd zeg maar de backs op te vangen, zodat tot ze eigenlijk met geen voorzetten kwamen. Dus ik denk dat hij daar een beetje had omgezet zo. Ja, je zag bij hun hoe verder dat de tijd vorderde, steeds meer de paniek toeslaan. Ze waren toch favoriet, lieten het ook wel zien op het veld, vond ik, niet verder dan de 16. Nee, klopt. Op het laatst gingen ze veel de ballen erin pompen. En ik denk als ze het voetballend nog meer hadden geprobeerd, dat ze misschien wel tot betere kansen waren gekomen. Zeg maar. Maar op het laatst gingen ze pompen en vonden we best wel prima stonden. Dus ja. Weinig weggegeven nog op. En dan moet onze keeper natuurlijk een nieuw horloge aanschaffen. Wie, onze keeper? Onze keeper Haverkotte. Wat doe je op? Wat denk je? Ik bedoel, hij heeft er regelmatig... laat ik zeggen, er geen tempo ingezet. Nee, op het laatst dan hoeft dat ook niet meer, hè, als we 1-0 voorstaan. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. Oké, nogmaals gefeliciteerd. Ja, dankjewel.